Vlag weer omhoog. 3, 2, 1 en start. En de starters zijn vallen. Paarden zijn weg met een goede start vanuit het eerste band. Met Lorenzo Itzada, met Marciano Hauber. Op dit moment mispassen voor Ibra Cadabra. En ook Montana Transair, een van de favorieten. En ook Tom Kooijman zien we in het achterveld een kleine mispassen maken met Le Willem Boko. Maar Marciano Hauber, die heeft nergens last van. Die gaat de eerste bocht in met zijn Lorenzo Itzada. Lorenzo Itzada heeft de leiding voor John Dekker met Koraal. Daarachter zien we Christa Timmer met It's Mast. En daarachter zit uw favoriet, paard nummer 7, Lovely Luna Levy met Danny Brouwer. En hij heeft op het moment plek 4 in handen. En daarachter zien we nog Bas Krebas, die ook weer aansluiting heeft. En ook Ruud Pols, die is dravende weggekomen met zijn Jewel Armstrong. Lorenzo Itzado, de grote vierjarige, de bruine ruim van Voltigeur de Mid, heeft de kop met Marciano Hauber en heeft straks nog 2 rondes te gaan. Lorenzo Itzado heeft het commando voor Sean Dekker zijn paard met nummer 5, Koraal. Daarachter zien we de 4, It's Maas met Christa Timmer. Daarachter de 7, Lovely Luna Levy voor de 8, Jewel Armstrong. En laatste is op dit moment nummer 2, Montana Transair met Bas Krebas. Aan de kop zien we nog steeds Lorenzo Itzado met Marciano Hauber. Hij heeft de touwtjes in handen en hij drukt de tempo op dit moment. Maar daar komt de favoriet en die gaat in één keer in één flits het hele veld voorbij. Dat is nummer 7, Lovely Luna Levy met Danny Brouwer. En die krijgt het, wil het commando wel hebben. Maar Marciano Hauber, die weet op Aduard, wil je graag de kop houden. Op Aduard, hier op de kleine bochten, heb je aan kop heel veel te vertellen. En hij houdt de leiding met zijn Lorenzo Itzada. Daarachter parkeert nu in Danny Brouwer met de 7, Lovely Luna Levy. Daarachter zien we John Dekker met zijn paard Koraal. Met daarachter Patricia Koopmans. Met Christa Timmer zijn paard It's Mast. En Ruud Pols gaat op het moment naar het tweede spoor met Jewel Armstrong. Lorenzo Itzada nog steeds aan de leiding. En Danny Brouwer daarachter wil niet ingesloten raken. En hij kiest ervoor om vlak voordat hij de laatste ronde ingaat in de aanval te gaan met zijn Lovely Luna Levy. Lorenzo Itzada heeft de laatste ronde afgetekend. En hij heeft nog steeds de kop voor Lovely Luna Levy met erachter Koraal. Die dus vorig jaar al op Emmeloord wist te winnen. En daarnaast het paard dat op Hilversum onlangs wist te winnen. Dat is Jewel Armstrong. En daarachter zien we nog steeds It's Mast. Maar dat lijkt erop als we een mooi duel gaan krijgen tussen de 3 Lorenzo Itzada en de 7 Lovely Luna Levy. Uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. Lorenzo Itzada en Lovely Luna Levy gaan nek aan nek aan de laatste keer overzijden. En gaan straks de laatste bocht indraaien. De stalterreinbocht met Lorenzo Itzada, Lovely Luna Levy. Die al dit jaar al wist te winnen op Alkmaar. En graag zijn tweede overwinning van 2022 erbij wil voegen. Maar Lorenzo Itzada, dat is een hele taaie. Lorenzo Itzada maakt daar een mispas. Lorenzo Itzada maakt een mispas. Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Waardoor Lovely Luna Levy nu in één keer aan L1 en kop ligt. Lovely Luna Levy heeft afstand en het tweede paard ligt op het moment Koraal. Ook mispassen van Jewel Armstrong. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. Lovely Luna Levy gaat spelenderwijs naar een overwinning met Danny Brouwer. Uw favoriet maakt het waar. Paard nummer 7, Lovely Luna Levy. Voor de 5, Koraal. En derde wordt de 4, It's Mas met Christa Timmer. En de voorlopige uitslag van koers 2, de Zieterfprijs, is 7541.